Ik denk dat voor iedereen hier, ik heb zo net even het rondje gemaakt met de kennismaking, dat iedereen er eigenlijk naar uitkijkt om ook de versierselen uitgereikt te krijgen. En dus sprak burgemeester Peter de Baat van Montferland voor de tweede maal de decorandi toe. Het doet mij heel veel plezier dat het zijn majesteit heeft behagen om jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Aangezien het eind april vanwege corona niet mogelijk was om een bijeenkomst te houden, ontvingen de 9 leden en de ridder in de Orde van Oranje Nassau vrijdag in zaal Teunissen in Kilder eindelijk hun lintje. Het is allemaal een beetje anders. De verrassing is natuurlijk wat weg. En toch is er een zekere spanning bij de mensen en bij mijzelf ook wel weer van hoe gaan we dit doen in deze hele bijzondere coronatijd. 24 april was het echt totale verrassing. En als je dan op die dag zelf, maar wel met de COVID-maatregelen thuis, met familie, vrienden en de briefschrijvers, dat ook nog zeg maar aandacht kunt geven. Nou ja, en dat je dus nu in feite vandaag dan fysiek uitgereikt krijgt en straks met een klein groepje nog daarop kunt proosten. Nou, dan laat ik het dan zo zien dat het dan echt twee momenten zijn waardoor je dubbel kunt genieten van de onderscheiding. De onderscheidingen werden echter nog steeds niet door de burgemeester zelf opgespeld. De bijeenkomst was coronaproof en dat houdt in dat hij op 1,5 meter afstand moest blijven. Daar hebben we iets voor gevonden in de zin van dat de partner of een ander familielid dat nabij is in de gelegenheid is om dat te doen. En dat mag ik dan helaas als burgemeester dit keer niet doen. Maar ik denk dat het ontvangen van het lintje er niet minder om wordt. We hebben gezonde spanning, we hebben er heel veel zin in. We genieten allebei. En dat was vanmorgen al met opstaan en met de appjes en de kaarten en de bloemen die vandaag ook weer binnenkwamen. Dus het is gewoon genieten.